Motivatietip 5. Waar doe jij het ook alweer voor? Vind ik een heel erg leuke vraag. En soms raken we die vraag uit het oog verloren. En natuurlijk heb jij een reden waarom je met iets bent begonnen. Of je nou een boek aan het schrijven bent of een carrière aan het switchen bent. Het is om een reden. En op een gegeven moment raken we dan zo gefocust op alle mini-details. En de deadlines die eraan komen. En wat we er allemaal heel erg spannend aan vinden. En ook wat er natuurlijk allemaal niet zo leuk aan is. En dan raken we uit het oog verloren wat we er juist wel zo leuk aan vonden. Of zo waardevol, zo belangrijk. Herkenbaar? Dus het kan heel goed zijn om gewoon eens even een lijstje te maken van de redenen waarom je het aan het doen bent. Even voor jezelf uit te schrijven. Al zijn het maar 5 zinnen. Al is het maar 1 zin. Schrijf het eens voor jezelf op. Je mag het echt nu even bedenken ook, samen met mij, van waarom doe je het ook alweer? En dan zijn er natuurlijk een paar verschillende dingen. 1 ding is, waarom ben je het ooit begonnen? En dat is hartstikke leuk om daar soms op terug te grijpen. Aan de andere kant evolueren we ook als mens natuurlijk. En het kan zijn dat je ergens om bepaalde redenen bent begonnen, maar dat je het inmiddels ook echt doet voor X, Y, Z. En het kan ook zijn dat je het misschien wel helemaal niet voor doet, maar dat andere mensen jou daar wel eens op wijzen. Dat zij zeggen, oh, wat ontzettend goed voor puntje, puntje, puntje. En dan kan je dus ook zelfs wat nieuwe motivatie opdoen door te luisteren naar wat andere mensen belangrijk of fijn of mooi of goed vinden aan wat jij doet. En schrijf dat eens op en leg dat misschien eens gewoon af en toe een dag naast je neer op je bureau of hang het naast de deur voordat je de deur uitgaat. Zie het dan even. Wat voor jou maar klopt in jouw situatie. Maar zorg ervoor dat je af en toe even die reminder krijgt. Of praat er af en toe met andere mensen eens over. Misschien heb je wel collega's of vriendinnen die volgen waar je mee bezig bent. En breng dan eens gewoon voor de leuk, ook voor jezelf, gewoon af en toe eens in een gesprek in, waar je het ook weer voor doet. We mogen allemaal wat meer soms terug naar die why. Why do you do what you do? Het is een mooi boek van Simon Sinek, denk ik. Simon Sinek. Start with why. En hij schrijft allemaal boeken over business en ethiek. En hij zegt eigenlijk een goed bedrijf wordt gebouwd vanuit de why. Waarom doen ze wat ze doen? De missie van het bedrijf, de visie, de missie, waar ze het voor doen. En als je daarmee begint en vanaf daar pas gaat naar oké, maar de wat doe ik? En daarna pas gaat naar en hoe doe ik dat? Dan kloppen die wat en hoe veel beter. Als het begint bij die why. Dus dan krijg je een heel heldere, pure energie in je wat en je hoe. Dus waarom doe je wat je doet? Ik zal een voorbeeld geven. Een leuk voorbeeld van mezelf. Gewoon om je even te inspireren. Ik geef lachworkshops als lachyoga docent. En dat is echt al sinds 2014. En ik begon daarmee echt 100% puur omdat ik zelf graag wilde lachen. En ik wilde gewoon wekelijks naar lachyoga toe. En er was geen lachyoga in Delft waar ik woonde. Ik dacht, ik start het gewoon zelf op. Als een groep. En dat is echt waarom ik begon ben. Omdat ik wilde lachen. Vervolgens kwam ik erachter dat andere mensen het heel erg leuk vonden. En leerde ik op de opleiding dat Laughter Yoga International ook echt een missie heeft. World peace through laughter. Als we allemaal meer met elkaar lachen, een universele taal, verbinden we ons meer met elkaar. En kunnen we ook veel lichter, optimistischer, vrolijker in het leven staan.
beter dankbaarheid ervaren, beter mensen vergeven. Al die positieve emoties die komen wanneer je meer lacht en lekkerder je in je vel voelt en ontspannender in je vel zit. En je ook ontspannender verbindt met andere mensen. Dus het is een ontzettend mooie missie waarin ik ook echt wel geloof. En misschien is er meer nodig voor wereldvrede dan alleen veel lachen en vrolijk met elkaar verbinden. Maar ik denk dat het zeker heel erg bij bijdraagt. Dus dat zijn al drie redenen. Dat ik er zelf vrolijk van word. Dat andere mensen er vrolijk van worden. En dat het bijdraagt aan een vredigere samenleving. En vervolgens komen er wel eens andere dingen in het spel. Vervolgens moet ik bijvoorbeeld naar een lachworkshop, want ik ben ingehuurd en het past niet goed in mijn schedule. Of ik word een beetje zenuwachtig, want het zijn misschien wel 300 mensen. Of allemaal dat soort kleine dingen. Of misschien is het wel een groep van 20 en er waren twee mensen die vonden het niet zo leuk. En dan kan ik daar allemaal in gaan zitten met mijn hoofd. Of ik kan op zo'n moment dat ik merk, oh, ik ben een beetje zenuwachtig, of ik ben een beetje geïrriteerd, of ik ben een beetje gefrustreerd, of whatever. Kan ik me ook op dat moment terugpakken en zeggen, oh, waar deed ik het ook alweer voor? Oh ja, omdat ik er vrolijk van word. Of er nou twee mensen zijn die het niet zo leuk vinden, of dat ik een beetje zenuwachtig ben aan het begin. Ik word uiteindelijk word ik er ook vrolijk van. En als er 20 mensen zijn, dan zijn er ook 18 mensen die het wel heel leuk hebben gehad. Of, wauw, 300 mensen, dat is pas echt een impact voor meer vrede op deze wereld. En dan kan je voelen hoe de energie dus inderdaad verandert. Dus dat is mijn tip, mijn motivatietip voor jou vandaag. En ik zie je heel graag terug voor de volgende motivatietip. Tot dan!